Goedenavond, welkom bij de informatieavond over de nieuwe sluis Ter Neuzen. Mijn naam is Harm Verbeek, ik ben de omgevingsmanager bij de bouw van de nieuwe sluis. En vanavond presenteer ik samen... met Lisette Boy, omgevingsmanager bij de aannemerscombinatie Sassevaart. Vanavond presenteren we een aantal dingen. Hier heb ik een lijstje gemaakt van wat we allemaal te presenteren. We kijken terug op de activiteiten van de afgelopen tijd. Onder andere op het sluisplateau en alle verschillende bouwdelen erbij. De verblijfplaatsen en het oorlogsmonument komen langs. En we kijken natuurlijk ook vooruit. Een van de dingen waar we vooruit naar kijken is een weekendafsluiting welke we nog te verwachten hebben. Ja, hier hoort een mooi beeld bij. Ja, we hebben eigenlijk sinds de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, is er best wel veel gebeurd. De vorige keer stonden we nog aan de vooravond van een hele grote baggerskoop. We moesten namelijk 2 landtongen gaan verwijderen. Een landtong aan de zuidzijde van de nieuwe sluis en een landtong aan de noordzijde van de nieuwe sluis. In totaal hebben we eigenlijk met deze grote snijkopzuiger, een kutter, de Amazone, hebben 3,5 miljoen kuub grond ongeveer verwijderd en afgevoerd naar de Westerschelde en Knokke. Een enorme operatie. We hebben er maanden aan gewerkt, maar al met al zeer succesvol verlopen. En ja, u heeft het misschien ook al gezien, het beeld hier in de voorhavens is nu definitief veranderd. U krijgt nu al een beetje een gevoel misschien erbij hoe straks die grote schepen door de sluis gaan varen. Betekent niet dat we dus al klaar zijn. We hebben ondertussen ook al nog 7000 palen bij de oude middensluis verwijderd. Die palen zaten onder de vloer van die 100 jaar oude middensluis. Die zijn in die tijd met eigenlijk eenvoudig materieel de grond ingeheid. Maar dat maakte het niet minder robuust, want we hebben een behoorlijke cluster aan gehad om ze eruit te krijgen. Dat is eigenlijk wel nog te zien op de volgende afbeelding. Op de achtergrond van deze afbeelding ziet u een grote backhoe dredger. Een groot kraanschip waarmee we die palen hebben verwijderd. En daaromheen ziet u alle maatregelen die we hebben getroffen om ervoor te zorgen dat die palen niet gingen afdrijven naar de Westerschelde. Want dat zou ongewenste situaties geven voor de scheepvaart. En natuurlijk nog de hoppers die bij de kutterzuiger hoorden. Dus allemaal prachtig voor alle nautische fanatieke mensen in deze regio. Het was een mooie tijd om te komen kijken. Ondertussen zijn we ook volop bezig met testen. Vaak niet zo zichtbaar voor de omgeving, maar in dit geval wel. We hadden namelijk een test waarbij beide bruggen in de opstand hebben gestaan. Dat is dus deze prachtige afbeelding. Iets wat u in de praktijk niet zo heel vaak zult zien. In een noodgeval wellicht of bij onderhoud zou het kunnen gebeuren. Maar dat betekent niet dat wij dat niet moeten testen. We moeten het juist testen dat dus in die situaties die bruggen daadwerkelijk gelijktijdig omhoog kunnen staan. Nou, gelukt. Behalve bij die bruggen hebben we ook nog een bijzondere test op de deuren gedaan. We moeten namelijk de deuren ook testen of ze onder zware omstandigheden nog goed functioneren. En om dat te testen hebben we 4 geladen vrachtwagens op de sluisdeur gezet. En eigenlijk vlekkeloos nog de deur kunnen rollen over zijn rails. En daarmee ook weer een test geslaagd. En zo gaan wij de komende tijd door. Ja, een ander mooi moment afgelopen jaar was het onthulling van de naam van de nieuwe sluis. Hiervoor zijn de ministers Peters uit Vlaanderen en Harbers uit Nederland 16 november naar Ter Neuzen gekomen. En hebben samen de naam onthuld, de naam Noordzeesluizen voor het hele sluizencomplex. En als je dan vraagt, wat is dan de naam van de nieuwe sluis? Nou, als je dat aan iedereen vraagt, zeggen ze, dat heet toch gewoon de nieuwe sluis. Dus dat laten we lekker zo. Het was een mooi moment, want het was ook het moment dat eigenlijk Vlaanderen en Nederland aan elkaar gingen vertellen van hoe zien we nou eigenlijk die sluis? En dat zie je eigenlijk in het logo van het Noordzeesluizen. De Vlamingen kijken via de sluis naar de Noordzee en de Nederlanders kijken via de sluis eigenlijk tot aan de kanaalverbinding met Parijs. En dat is eigenlijk de combinatie die we ook hier in Ter Neuzen met elkaar mogen meemaken. Daarnaast, ja, het was wel een bijzonder moment. Begin februari hebben wij het oorlogsmonument vanaf de tijdelijke locatie op de Binnenvaartweg weer terug verplaatst naar de locatie bij de voormalige minnesluis. Hier ziet u het transport. Ja, dat was best wel een bijzonder transport. Overigens voor een deel door dezelfde mensen die hem 5 jaar geleden naar zijn tijdelijke locatie hebben gebracht. En dit transport, natuurlijk de nodige aandacht aan besteed. De plek waar hij nu staat kom ik straks even op terug, want dat is onderdeel eigenlijk van de toekomstige situatie. Ja, en hier als je nu naar op deze luchtfoto kijkt, zie je dat eigenlijk de sluis grotendeels gereed is. De wegen liggen er, de bruggen, de sluisdeuren, het sluisplateau wordt netjes ingericht. We zijn hier zelfs op de achtergrond bezig met het afronden van de nautische voorziening aan de kanaalzijde. Aan de Westerschelde kant hebben we nog wat werk te doen.
Het gebouw is grotendeels gereed. Dus we zijn heel hard op weg naar het laatste deel van het jaar. Dat namelijk de opening, waar we later vandaag nog op terugkomen. Ja, wij focussen de komende tijd op de puntjes op de i. Als het gaat om het sluisplateau. U heeft het misschien wel gezien. Hè? In de tijd dat we zijn gaan bouwen, hebben we best wel wat natuur moeten verwijderen van het sluiscomplex. En we zijn nu begonnen met het terugbrengen van die natuur. U heeft gezien dat we bomen hebben geplant. We gaan nog gras zaaien. En we besteden ook aandacht aan die bijzondere orchideeën die hier op het sluiscomplex te vinden zijn. Die willen we terugbrengen, ook bij de nieuwe sluis. Daarvoor gebruiken we onder andere grond waarin de zaadjes nog zitten. En die verspreiden we dan in de buurt van de nieuwe sluis. En dan hopen we, onder begeleiding van onze ecologen, dat het mooi weer teruggroeit. Natuurlijk ook verlichtingen, camera's, bolders op die sluis zelf. Hè. U ziet het eigenlijk allemaal wel staan, maar het wordt ook allemaal aangesloten. De schuilhokjes voor de bootlieden worden allemaal geïnstalleerd. Ook belangrijk dat de mensen die op de sluis straks aan het werk zijn, wanneer nodig, even kunnen schuilen. Want ook bij slecht weer draait de sluis gewoon door. En het omroepsysteem, dat is iets waar we later dit jaar ook bij u nog even op terugkomen. Maar we moeten dat omroepsysteem testen. En dat zal toch een dag lang wel voor flink wat herrie gaan zorgen hier in het gebied. Bij bepaalde windrichting kunt u tot 5 kilometer ver horen dat we aan het testen zijn. Dus we zullen u daar ook terzijde tijd nader over informeren. Schependijk, ja, we hebben natuurlijk de sluis zelf waar we op ons focussen. Maar we hebben ook nog een aantal zaken rondom de sluis die wij af gaan maken. Eén daarvan is de Schependijk, op de afbeeldingen rood omcirkeld. We hebben daar aan het begin van het project al heel wat werk verzet. Hè. We hebben een heel deel van de Schependijk moeten afgraven, zodat de nieuwe sluis gebouwd kon worden. We hebben gebouwen gesloopt. We hebben ook nieuwe gebouwen neergezet, hè, een mooie loods. Maar nu zijn we in de fase dat we eigenlijk gaan inrichten. De bestrating gaat erop, nautische bebording. Verlichting staat er voor een deel op. We moeten nog een paar gebouwen afbreken. Als het laatste bedrijf verhuisd is, gaan we dat oppakken. We voeren al ons opslag van het puin voeren we af. En dan gaan we, vrij belangrijk ook, nog een laatste stuk kade maken. En dan is straks alles gereed voor Rijkswaterstaat om in gebruik te nemen. We hebben ook nog in de diensthaven werkzaamheden. We zijn aan de binnenkant van de sluis bezig, maar ook nog aan de buitenkant. In de West-Buitenhaven realiseren wij een diensthaven. Die wordt gebruikt, die haven, door de sleepboten van Boluda en Multraship. En daar staat ook een gebouw bij waar zij dan in kunnen zitten, samen met Koninklijke Marechaussee en Rijkswaterstaat. Dat alles maken wij momenteel af. Op dit moment liggen de sleepboten op aan een tijdelijk steiger elders in ons werkgebied, zodat wij kunnen gaan beginnen aan het verdiepen van die diensthaven, de oever- en de bodembescherming, de laatste stijgers erin, komt er nog een heel mooi golfschot voor en een crash barrier. En ja, dat alles hopen wij snel af te kunnen maken, zodat iedereen weer blij is met zijn of haar nieuwe plek. Ja, nou, mooi vooruitzicht. Hè? Laatste wat op de sluiscomplex nog ontwikkeld wordt, is het bediengebouw. Het bediengebouw is, moet ik zeggen, aan de kant van de bediening gereed. Want daaruit voeren we nu de testen uit. En binnenkort worden ook de bedienaren van Rijkswaterstaat opgeleid op die plek. Het is dus het kloppend hart van de nieuwe sluis. Hè. De technische installatie zit erin. Maar Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om de bedienaren niet op het bediengebouw te laten werken, maar centraal op de verkeerscentrale aan de kop van de Langemiddenhavendam. Zodat ze in de samenwerking met de andere operators van de andere sluizen en de brug en de verkeersregelaars met elkaar beter het overleg kunnen voeren. Ander deel van het bediengebouw wordt in gebruik genomen door de bootlieden en door de loodsen. Zij zullen eerst nog hun bouwdeel nog moeten afbouwen. Dat gaan we ook mogelijk maken en daar gaan de komende tijd nog wat verbouwingsactiviteiten plaatsvinden. En later dit jaar kan het geheel dan in gebruik genomen gaan worden. Ja, en dan kom je eigenlijk bij dat beetje mijn favoriet. Mijn favoriet is eigenlijk de verblijfplaatsen. Wat zijn de plekken waar je nou straks echt in volle overzicht kan kijken naar wat er hier in Terneuzen allemaal gebeurt? Dat zijn 8 verblijfplaatsen. En hier op de kaart ziet u dat ze eigenlijk van het kopje van Canada tot aan de zuidoostkant van de Nieuwe Sluis op verschillende plaatsen ingericht worden. Al die verblijfplaatsen zijn straks herkenbaar door de grote houten balken die er staan. Daar kun je op zitten, dat zijn de zitelementen. En op een aantal plaatsen zullen we daarnaast ook een plaquette in de grond maken, waarop het hele sluizencomplex zichtbaar is. Met, dat je ook je oriëntatie goed weet en dat je ziet van welke sluis welke naam heeft.
En ja, het maakt dat je straks op een heleboel manieren kan genieten van de plekken. Ja, en ja, hier is een mooi voorbeeld. Dit is het kopje van Canada. Daar liggen die balken al. Dus je kan daar al op gaan zitten. Je kan daar tegenaan leunen. Het is een mooie plek. Alleen momenteel nog niet bereikbaar voor de auto. Want ja, we zijn nog aan het werk in de Nieuw-Neuzenpolder. Klopt. En een leuk detail. Dit is hergebruik van materialen van de oude meerpalen in de buitenhaven. Ja, dankjewel voor de aanvulling. Je ziet hier overigens die plaketten ook in het grasveld liggen. Dit is frontje Noordwest in de hoek. En hierboven ziet u de trap die tegenover het oorlogsmonument in de wand, in de primaire waterkering straks ook komt. En dat geeft een geweldig overzicht over de West-Buitenhaven. Zo daar vandaan kan je echt kijken naar alle scheepvaart die naar de Westsluis en de Oostsluis varen. En naar de Nieuwe Sluis natuurlijk. Dan komen we vanzelf bij het herdenkingsplein. De 5 bomen zijn geplant. Het oorlogsmonument staat er inmiddels. We zijn nu bezig met de afwerking. En in de afwerking gebruiken we weer heel veel materiaal van wat er oorspronkelijk ook was. De grote granieten keien komen van het kopje van Canada, wat we voor een deel hebben afgegraven. De granieten dekzerken, die komen van de middensluis. En daarin worden momenteel de koperen cijfers van 1902 en 1908 ingevreesd. En die liggen straks ook op het herdenkingsplein. Rond het monument komt de zitbank. En in de zitbank staan de 5 namen van de 5 slachtoffers. De 5 Rijkswaterstaters die in september 1944 zijn gefusilleerd bij het onschadelijk maken van de explosieven in de middensluis. Voor hen hebben we ter ere daarvan ook 5 bomen. Er zijn 5 grote iepen die daar straks op plaats staan. Alles is straks gereed om op 4 mei komend jaar, dus dit jaar, de herdenking in Terneuzen weer te laten plaatsvinden bij het oorlogsmonument. Dus dat is wel weer een bijzonder moment op de nieuwe locatie. Dan zijn er nog een 2-tal zaken waar we even op inzoomen in verband met de hinder die u zou kunnen ervaren. Een daarvan is de sloop middensluis, daar zijn we al geruime tijd mee bezig. U ziet hier op de foto nog het deel wat er boven water te zien is. Maar inmiddels is eigenlijk alles onder water, maar zijn we nog altijd aan het slopen. Dat gaat ook nog wel duren tot medio mei. Halen we alles op van dit laatste stukje oude middensluis en voeren we af richting Schependijk. En dan hebben wij straks 60.000 kuben aan metselwerk, beton en hout gesloopt. En ook nog 7.000 palen vrijgekregen uit de bodem. En dan is hij echt weg, de middensluis. Maar dan scheelt het hopelijk ook weer wat hinder voor de omgeving. Ja, hou je eigenlijk op met herrie maken. Ja, het gaat niet geluidloos, zo'n sloop. Tevens hebben we nog een weekendafsluiting. Die is nodig om het laatste stukje asfalt over het sluizencomplex en het Noordzee-sluizencomplex te realiseren. We hebben eerder die mooie nieuwe rotonde aangesloten, behalve het stukje richting de Oostsluis, richting de Zuidbrug van de Oostsluis. Daar moet nog een definitieve laag asfalt op. En dat doen we in het weekend van 5 april vanaf 's avonds 7 uur tot uiterlijk maandagochtend 8 april 6 uur. Op dat moment kunt u niet passeren over het sluiscomplex met uw auto, vrachtauto, gemotoriseerd vervoer. Dan kunt u er niet langs, moet u omrijden. Fietsers en voetgangers zorgen ervoor, die kunnen wel passeren, oftewel via de Noordbrug. En anders als die open staat via ons werkvak er langs, zo over de Zuidbrug. En voor het busverkeer laten we ook doorgaan. Er kan vertraging optreden, maar er wordt geprobeerd om ieder heel uur de busverbinding over het sluiscomplex te laten passeren. Dus dat is iets op de korte termijn. Dan maken we het asfalt af. We hebben dan na die tijd nogal wat kleine asfaltwerkzaamheden, maar daarvoor hebben we geen grote afsluitingen nodig. Ja. Met een verkeersregelaar is dat. Verkeersregelaar, halve baanafzetting en dan allemaal buiten de spits. Ja, kortom, we gaan op weg naar de opening. De opening, ja, dat is toch wel het einde van dit project. Vandaag, ik zei al, het is de laatste informatieavond en we gaan ervan uit dat we later dit jaar de opening kunnen doen. En de opening, ja, die zal in oktober zijn. We zijn momenteel begonnen met de voorbereidingen daarvan. We weten nog niet wie straks gaat openen. Dat komt later, wordt bekendgemaakt. We hebben natuurlijk allerlei gedachten erover. Naast de officiële opening zal er van allerlei activiteiten plaatsvinden. Belangrijk is het ook dat we naast de opening een open dag zullen organiseren. We willen graag iedereen ontvangen die nog een keertje wil kijken naar de nieuwe sluis, zoals die nu helemaal klaar is. Dus onderweg hebt u op meerdere momenten kunnen kijken tijdens de bouw.
Nou ja, straks is hij klaar. En hoe ziet hij er dan echt uit? Daar gaan we een mooie open dag van maken. Nou, in dezelfde periode rond die opening zullen allerlei andere activiteiten plaatsvinden. Nou, dat zullen we later allemaal bekendmaken. Nou, volg vooral onze nieuwsbrief als u daar meer van wil weten. Nou, de nieuwsbrief kunt u zich op abonneren via onze website nieuwsluisterneuzen.eu. Vragen kunt u er ook stellen en u kan ons mailen aan ons. We zijn op een heleboel manieren te volgen. En dat maakt dat wij toch wel een breed verhaal te vertellen hebben. Bedankt voor uw aandacht vanavond. We hopen dat dit een bijdrage levert aan hoe we hier met elkaar in Terneuzen bezig zijn. Goedenavond. Fijn dat u meekeek.